Breda Nu. Je weet het meteen. TEDx is een sprekersplatform over de hele wereld. Dit keer was het evenement in het Breepark in Breda. Er kwamen weer interessante onderwerpen aan bod. Ik ben heel erg benieuwd naar wat de sprekers te vertellen hebben. Ik geloof heel erg in het leven lang leren. Gewoon jezelf blijven uitdagen, op zoek gaan naar nieuwe inspiratie. En ik geloof ook dat je het in ieder vakgebied kunt gebruiken. Waarin, wat voor werk je ook doet. TEDx Breda in elk geval is een hartstikke inspirerend event. Het is onderdeel van het wereldwijde TED Talks. Wat Ideas Worth Spreading betekent. En er kunnen van allerlei ideeën zijn wat jou tot nadenken zet. Nou, dat doen we dus ook in Breda. 2 jaar geleden was ons grote event een event voor 100 personen. Nu is dat een van de side events, een van de kleinere events. Dan hebben we vandaag een event voor 400 personen. En voor volgend jaar willen we nog meer doorgroeien naar een evenement van 1000 personen. Want voor dit event waren de kaartjes al binnen een week uitverkocht. Dus dat moet lukken, lijkt me. Ja, TEDx heeft natuurlijk een hele goede naam. Altijd inspirerende praatjes en altijd nieuwe dingen om te horen. Dus ik ben heel benieuwd ook wat vandaag gaat komen. Goeie vraag. Hoe ben ik erbij gekomen dat ik TEDx zou gaan hosten? Nou, ik vind TEDx een heel mooi inspirerend platform, wat ik al lang volg en waar ik ook inspiratie op doe. Een aantal keer per week probeer ik dat te doen. Het is fijn dat het hele korte content is, wat je snel kunt consumeren na het eten of voor het sporten of op in ieder geval op het moment dat het past. Ik vind de evenementen mooi en ik wist dat het naar Breda zou komen. Ik ben werkzaam als illusionist en vanuit die rol ook als dagvoorzitter. Wat voor onderwerpen spreken jullie nou echt aan? Ja, heel cliché. Het verbeteren van de samenleving. Wat kunnen we doen om de mensen weer dichter terug bij elkaar te brengen? En om mensen weer gelukkig te krijgen, om mensen enthousiast te krijgen op de werkvloer. Wat voor ideeën komen er meestal voorbij? Ja, voor ieder wat wils. Dat kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, kan gaan over duurzaamheid, kan gaan over technologie. Eigenlijk voor iedereen heeft wel een spreker of een act, want het zijn sprekers en acts, die bij jou aansluit. En dan zul je wat meer hebben met het ene onderwerp, met het andere onderwerp. Maar de bedoeling is wel dat je geïnspireerd naar buiten weer gaat. En ik zit een stukje bij de media en bij de sponsorcommissie zet ik me in. Dus wat ik met name heb gedaan voor TEDx Breda is, ik pitch, ik netwerk vooral om zo te kijken met sponsors en samenwerkingspartners. Wat kan TEDx Breda voor je betekenen? En zodoende heeft Breepark eigenlijk gereageerd. Zijn we daarmee in gesprek geraakt. En hebben we denk ik een hele mooie wederkerige samenwerking gecreëerd. Ja, er zijn weer een paar sprekers over onder andere eentje van het Amphia. En over social media. Dus het is eigenlijk een hele mix van alles. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje benieuwd naar wat er allemaal gaat komen. Want ik heb niet specifiek één onderwerp voor ik hier ben. Maar mega voor het hele event eigenlijk. Ja. Nou ja, het is leuk dat het natuurlijk heel persoonlijk is, hè? Ieder heeft zijn eigen drijfveren, zijn eigen motivatie om hier te zijn. Wil zich op een ander vlak ook geïnspireerd laten worden. Dus sommige dingen gaan over innovatie, over techniek. Andere dingen gaan echt over persoonlijke ontwikkeling. Maar overal denk ik is dat er voelt als een soort van saamhorigheid. Iedereen wil hier echt geïnspireerd worden. En de sprekers hebben hier lang naartoe geleefd. Niet te vergeten een fantastisch team van 24 vrijwilligers die hier gewoon een jaar lang aan gewerkt hebben. Dus het is een ander evenement dan een doorsnee evenement waar iedereen komt en gaat. Iedereen wil hier echt een hele bijzondere dag van maken. Kun je alles voor zien? Breda Nu. Je weet het meteen.